Wat gebeurt, dames en heren? Gizmatronics hier. Welkom terug in Modernia. Woe! Woe! Voordat jullie gaan vragen, het is net als vorige aflevering, wat is hier gebeurd? Kijk dat. Ik zie dat nu pas. Ik zoek net uit om hallo te zeggen. En nu zie ik dit pas. Hoe in de naam van Flip. Dus ja, ik heb mijn slaapkamer een beetje afgerond. Geen idee wat dit is, maar ik had het gewoon gemaakt. En hier beneden heb ik mijn bed. Ik heb mijn oventje. Mijn krachtdeel neergezet. Dit heb ik hier neergezet. Met gold, bone en iron, dat we dat nodig hebben voor iets waar we het zo over hebben en een anvil. Nu, laat ik denk ik, wat ik eerst ga doen is mijn pickaxe upgraden. Wacht eigenlijk, maar eerst hebben we iron nodig om een ijzer te maken. Maar, wat mijn plan is vandaag? Ik wil iets gaan maken. Ik wil een soulgazer maken. Nou, dit is de bestiary en je kan met de soulgazer, dan rechtsklik je op een mob. En dan komt alle informatie, bijna alle informatie over de mob, komt dan hier in je bestiary. Ja. Dus, om dit te maken hebben we 4 goud nodig, een paar bones en een diamond. Ik heb daarom 1 gold en ik heb genoeg bones. Ik heb alleen nog wat gold en diamonds nodig. Dus, mijn plan is om op een mijnavontuur te gaan. Dus, laten wij daarmee beginnen. Dus, Ayumna, ik moet je achterlaten. De bomen komt toch wel eens een keer. En, oh my god, zoveel lijken. Dus, laten we op zoek gaan naar een cave of een ravijn. En ik kan mijn zwaard klaar, want die Soulgazer mod... steen, ik neem al gewoon steen mee. Want die Soulgazer mod, ja, er zitten hele gevaarlijke mobs bij. Het heet de Lycornid mobs of zoiets was het, dus... En voor een of andere heb ik nog steeds 5 levens, zo ik die ene mod heb uitgezet van... we lopen slom op dit, cool. Van de first mod. Dat je door step heb ik uitgezet, omdat het veel te moeilijk was. Dus... Laat ons eten. Ik heb eten nodig. Gelukkig hebben we nog wat wustbred. Ik wil niet te ver van de boom het gaan, omdat ja, dat is gewoon niet slim. Maar zo te zien heb ik tot nu toe niet van de liken uit mobs gezien. En de verkuddeling staat op normal, dus... Kip, you are dead. Ik heb eten nodig. Oh, by the way, welke mob zou ik vandaag veranderen? Nee, doe maar niks. Oh, je zou eens veranderen in een chicken. Laten we vandaag als een kip leven. Nee, ik wil meer levens hebben. Een zombie. Oh nee, die gaat in de dag wellicht verbomen. Nee. Oké, gewoon kerstmisdronings. Oh jee. Wat? Dit zijn dus die mobs die ik bedoel! Hij ziet me. Heb ik hier geen arrows? Nee! Run! Dit is ook een lava monster ook, hè? Dus ik kan mijn bomen verbranden, dus ik ben... Oké, ik kom daar dus niet meer terug. Een zombie, een skeleton en een creeper. Wacht, ik heb eigenlijk wel gunpowder. Oh, bones heb ik niet meer nodig, eigenlijk de slaapmaar. Ik trek me terug. Maar ik ben vergeten dat ik nog maar 5 hartjes heb. Oh, dit ziet er vredig uit. Wow, ik zit nu in een meadow. Het staat in de map een meadow. Cool, deze bloemen zijn cool. Hoe heet deze? Blue hydrogonas, wat de... I take them. Oh, dat was allemaal. Oké. Let's go. Ja, ik heb iets gevonden hier. You are dead. Huh? Wat in de naam van? Wat is dat? Wow. You have gained knowledge of the geysel. Check your bestiary. Wat? The shadow creatures, the geist. Oh, dus we hebben de soul geist helemaal niet nodig. Wat? Oké, dat is raar, maar alsnog. Laten we lezen. Geyser opportunity creatures that deform and climb into a dead life form and feed off whatever their host is, capable of killing. When their host dies, guys leap up and perform for a surprise attack. Cool. Oké, okay, het wordt nacht. Laat ik me eerst even een waypointje zetten met mijn confirm. En hoe ver zijn we weg? Binnen 500 meter. Hallo? Wow! What are those? What are those? Wow! Waar komt hij dan op me af? Hij komt op me af! Wow! Wat in de... Hij heeft me opgepakt! Help me! Up! En you're dead.
What? Dat was... cool. Why? Oh, dat was chill. Latest Dead 700... Let's do it. Kijk, wat zijn dit nou weer? Rock Formation. Oké. Ik hoor zombie villagers. Overduidelijk! Oh, wat is dat? Zie je wat ik bedoel? Er zijn hier zoveel dingen. Ik heb wezens, maar... Oh ja. Ja, ik ben goed aangekomen. Oké, kunnen jullie alsjeblieft allemaal even... Dreadful creatures that lurk within the darkest caverns beneath the earth. Their insatiable hunger for flesh cannot use to manipulate and farm them. Their bite is not only fatal, but heals them. That is very interesting. Ik heb nog te weinig toortjes. Weer van dit spul. Lapis, waarom mag gewoon niet, joh? Lapis, kijk, daar zie je weer. Is dat diamond? Don't tell. Don't. Ik, dat jumpscared me zo erg. Goed dood. Is best makkelijk nog. Hij kan me niet bij me vanwege die spikes op de grond. Oh, laat maar.